Zanger Walter Kroes bevindt zich in het oog van de storm nadat hij afgelopen weekend al zijn geplande optredens had geannuleerd vanwege gezondheidsproblemen. Op maandag veroorzaakte hij ophef door toch op te treden in een vissersdorp, waarbij hij werd gefilmd door reality-tvster Mick, bekend van Merit at First Sight. Dit leidde tot verontwaardiging op sociale media, waarbij sommige mensen hem beschuldigden van geld verdienen in Volendam, ondanks zijn eerdere gezondheidsverklaring. In een reactie op de commotie vertelde Walter Cruz aan Show News dat hij achteraf gezien beter niet had moeten optreden. Hij legde uit dat als artiest het zijn streven is om nooit een show te annuleren. In de dagen voorafgaand aan zijn optreden had hij echter volledige rust genomen om zijn stem te laten herstellen van luchtwegproblemen. Toen hij merkte dat zijn praatstem terug was, nam hij de moeilijke beslissing om toch op te treden om zijn publiek niet teleur te stellen. Achteraf realiseerde hij zich dat het onverstandig was geweest om op te treden, omdat hij nog niet voldoende hersteld was. Hij gaf aan nog steeds last te hebben van zijn stem. Hij benadrukte dat hij een hekel heeft aan het annuleren van optredens en dat het hem spijt dat hij zijn publiek heeft teleurgesteld. Ondanks de woedende reacties van sommige mensen op sociale media maakte Wolter Kroes zich niet al te druk om de ophef. Hij legde uit dat hij vanmorgen had geprobeerd om zijn werk weer op te pakken, maar dat het hem niet gemakkelijk viel vanwege de aanhoudende stem- en keelproblemen. Hij had zijn best gedaan. Maar soms zijn er beperkingen die niet kunnen worden overschreden, al dus de zanger.